Met de teller op 244 voor wat betreft de actieve gevallen in Suriname geeft aan hoe erg de situatie is in ons land. Het ligt aan ons als Suriname's om COVID te bestrijden, simpelweg door ons gewoon aan de maatregelen te houden welke zijn aangekondigd door de minister van Volksgezondheid. Laten we samen een vuist maken voor fit aan COVID, zodat we weer kunnen overgaan tot versoepeling. Welkom bij het COVID-19 journaal. Het COVID-19 management team heeft bij de afgelopen persconferentie benadrukt dat er niet wordt gemanipuleerd met de COVID-19 statistieken in Suriname. In de samenleving is ongelooflijk gereageerd over de plotselinge stijging van het aantal besmettingen en is er zelfs gespeculeerd dat de cijfers niet op waarheid berusten. Epidemioloog Ingrid Krishnadat presenteerde tijdens de persconferentie de statistieken. Ze benadrukt dat de cijfers niet liegen. Ik ga u een presentatie houden en u de cijfers laten zien en de trends die te maken hebben met de COVID-19-epidemie in Suriname. En u de dreiging en het verloop van de toekomst voorhouden. Als ik slide nummer 1 mag. In slide nummer 1 ziet u wat we noemen de epidemiologische curve. En in die curve kunt u dus zien wat er is gebeurd van begin juni tot en met eind oktober ongeveer. En dat was dus wat we in Suriname kunnen noemen de eerste wave of de eerste uitbraak van COVID-19 in Suriname. De afgelopen maand was iedereen heel blij en we dachten, oh, is er geen COVID meer in Suriname, gaat het zo blijven? Maar jammer genoeg is dat niet zo, want we zien begin december een toename, als u de rode pijl volgt, weer dat er toch weer gevallen zijn. Als we naar de volgende slide gaan. Volgende slide. In de volgende slide zijn we dan een beetje ingefocust op de maand november-december. En we zien dat vanaf 13 december, zoals we ook in de media hebben kunnen vernemen, dat de gevallen toenemen. Dit beeld wat u nu ziet, is dus het beeld van gevallen vastgesteld door op de datum dat ze zijn gediagnosticeerd. Als we kijken naar de datum waarop ze ziek zijn geworden, dan zien we dat ze eigenlijk eind november, rond 28 november, begon die toename er te zijn. Dat wil zeggen, rond 20 november begonnen mensen weer veel besmet te raken. Als we nu naar het volgende plaatje gaan, dan zien we daar november en december naast elkaar, de totale. En we zien dat voor het aantal gevallen in heel de maand november, we nu in december al meer dan 2 maal zoveel hebben. En we zijn nu op 20 december. Op meer dan 20 december, op 21 december. Maar goed, de data is natuurlijk van 20 december. In het volgende plaatje kunt u zien het aantal gevallen per 100.000 mensen in Suriname. Dat geeft u dezelfde trend weer die u al eerder hebt gezien. Volgende plaatje. In dit plaatje ziet u wat we noemen de positivity rate. En de positivity rate is het aantal positieve testen dat je vindt binnen het totaal aantal labtesten. En we streven ernaar zoveel testen te doen bij zoveel mensen, dat het aantal positieven dat we vinden eigenlijk altijd onder de 5% valt. Eigenlijk zegt men internationaal wel 10%, maar wij streven ernaar 5%, want we zijn overijverig en we willen het beter hebben voor Suriname. Jammer genoeg zien we in december, dus in november waren we mooi op 4,3%, dat het nu in totaal voor die maand december al op 11,4% is. Dus dat is veel meer dan 5% en nog hoger dan 10%. Dat wil zeggen dat we meer mensen moeten gaan testen. Mensen, zodra je ziek bent, laat je testen. De volgende slide geeft hetzelfde weer van de positivity rate. De blauwe lijn die je hier ziet, zie je dat is toegenomen. En als we nu naar de volgende slide gaan, dan zien we wat we noemen, wat jullie misschien eerder al hebben gehoord, het reproductiecijfer, de R. Het reproductiecijfer geeft het gemiddeld aantal mensen weer dat één persoon kan besmetten.
Dus als er 10 mensen ziek zijn en de R is 2, dan worden er daarna 20 mensen ziek. Als de R 3 is, worden er 30 mensen ziek. En alles binnen een lapse van 6 dagen ongeveer, 6 tot 7 dagen. De gemiddelde R op dit ogenblik is 2,8, maar het varieert van 2,8 tot 3,5 bij verschillende berekeningen. Dus eigenlijk, elke persoon die ziek is, maakt nou gemiddeld 2 tot 3 mensen, ronde 3 mensen ziek. En dat is best wel veel. En we zien hoe hoog het is geweest in de maanden mei en juni, toen we die uitbraak hadden in juni, augustus. Dus nu begint het te stijgen zo in december. En we willen niet dat het groter wordt. En hoe eerder we maatregelen treffen, hoe eerder we ervoor zorgen dat mensen niet met elkaar in aanraking komen, zodat ze elkaar niet kunnen besmetten. Omdat jammer genoeg je een stadium hebt waarin je niet ziek bent, waarin je besmettelijk kan zijn mocht je ziek worden. En er ook nog steeds een hele hoop mensen hebt die nooit ziek worden, maar wel besmet zijn. In de volgende slide nu zie je de verdeling van het aantal COVID-patiënten, positief geteste mensen, naar leeftijd. En we zien nog steeds dat het tussen de leeftijdsgroep 20 en 50 jaar, dat daar de meeste mensen in voorkomen. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Engeland. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Nederland. We kunnen echt geen cijfers manipuleren van Frans-Guyana. We kunnen ook geen cijfers manipuleren van nergens op de wereld. Dus ik weet niet waarom mensen denken dat alleen hier er niks gaat gebeuren. Terwijl mensen van overal komen en op straat lopen en van alles en nog wat doen. Het is gewoon de wereld en het is gewoon duidelijk dat die transmissie aanwezig is. Dus in principe, het is gewoon een spiegel. Die cijfers zijn een spiegel van het gedrag van de Surinamer, van het contact dat we hebben met mensen die besmet zijn. En die mensen zijn dus ook hier aanwezig gekomen. Ze zijn. En ze waren er al, want we hadden al COVID in Suriname. Ook ging Krishnadat in op de nieuwe variant van het virus dat maakt dat de besmetting onder de mensen sneller vindt dan normaal. Deze variant is reeds in Engeland gedetecteerd. Suriname moet hiervoor nog onderzoek doen. Over de variant die men in Engeland heeft gedetecteerd, om dat vast te stellen is er genetisch onderzoek nodig. En dat gaan wij ook laten doen om te kijken welke variant wij nu hier hebben. Maar dat is nog eventjes wachten. Die variant is inderdaad besmettelijker. Het heeft een 70% grotere besmettelijkheid. De mensen die het krijgen, die worden ook makkelijker ziek. Dus dat wil zeggen, ze krijgen makkelijker klachten. Je moet dus echt wel kijken. En het is best wel mogelijk dat, want ik bedoel, er kwamen een hele hoop mensen van het buitenland van Europa hier. Het is vanaf begin september dat hij in Engeland begon te roleren. Dus dat is wel een tijdje geleden. Dus dat hebben ze aangegeven in een recent onderzoek. Dus we moeten er echt wel helemaal op letten. En of het vaccin er tegen gaat werken. Ja, het vaccin werkt er ook tegen. Het is gewoon een mutatie en virussen muteren constant. Een virus bestaat uit een hele hoop componenten. En het vaccin is dusdanig gemaakt dat het op verschillende, je kan zeggen verschillende delen van het virus inspeelt om hem uit te schakelen. Het virus muteert eigenlijk constant. Het is heel normaal van een virus dat hij muteert. Maar nou, dit kleine stukje mutatie dat er heeft plaatsgevonden in Engeland, heeft gewoon voor gezorgd voor een grotere besmettelijkheid en een hogere transmissiegraad. Intussen is de status van de commerciële vluchten gebracht naar repatriatievluchten, zei minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme in dezelfde persconferentie. Hij benadrukt dat wij met z'n allen moeten werken aan het beschermen van de samenleving. Ik zal dus bij deze bevestigen dat de maatregelen bij deze dus hard zijn. Voor de rest wil ik toch de toeristen of degenen die feest willen komen vieren op het hart drukken dat niet te doen. Want vanaf morgen
worden dus alleen degenen die naar Suriname behoren te komen, degenen die terugkeren, dat die worden toegelaten. We zullen dus in samenspraak verder met consulaire zaken, BIBIS, dit traject verder in kaart brengen en reguleren, zodat er geen, ik zal het zo zeggen, geen jugu-jugu ontstaat voor onze Surinamers die nog terug moeten komen naar binnen, dat zij dan geen problemen ondervinden, maar dat wij dus dit verder zullen communiceren hoe dat allemaal geschiet. En ten aanzien dus van de outbound wil ik ook de zogenoemde vertrek en met name de chartervluchten en de cargovluchten ook op deze twee zaken de nadruk leggen dat op outbound cargo dat wij die niet zullen toestaan tenzij anders beslist of er bewijs is of genoeg reden is dat passagiers op deze vluchten mogen meegaan. En ten aanzien van chartervluchten, dat wij die dus slechts zullen toekennen nadat bedrijven, want we hebben reeds de ervaring de afgelopen maanden met chartervluchten, zeker voor de expats. Soms zijn er groepen die moeten binnenkomen vanwege werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De wegen, die zijn bekend, dus die zullen wij ook meegeven aan de bedrijven dat zij die strikt volgen, de procedures met CONSA en met volksgezondheid. Verder wil ik dus benadrukken dat TCT slechts toestemming geeft voor het uitvoeren van de vlucht nadat volksgezondheid en consulaire zaken positief advies hebben gegeven dat betrokkenen of passagiers het land mogen binnenkomen. Suriname heeft gisteren 86 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal actieve cases is gestegen naar 224. Zoals de Vereniging van Medici in Suriname eerder heeft gesteld, is de tweede golf inderdaad een feit. Het afgelopen etmaal zijn 326 personen getest, waarbij ook de sneltest wordt ingezet. Van het aantal positieven zijn 45 personen afkomstig uit Paramaribo alleen en 12 wonen in Wanica. 37 personen worden verpleegd in het ziekenhuis. Op de intensive care unit zijn 6 patiënten opgenomen. 27 mensen zijn genezen verklaard. In isolatie zijn nu 129 mensen die positief zijn. De Mahana Challenge van het ministerie van Volksgezondheid, welke georganiseerd werd als onderdeel van de Mohana-campagne, is afgesloten. De prijsuitreiking vond plaats op dinsdag 22 december en werd verricht door de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadin. De winnende video's zijn op basis van creativiteit en likes beoordeeld door de jury. De winnaars van de campagne zijn op de eerste plaats Annabof Delifio en Mank Biking Gabiono. Nummer 2, Delphine Dona en Odrik Papu. Nummer 3, Lisa Ons. Nummer 4, Fai Siro Sant, Miguel Sant en Uwi Mani Sant. En nummer 5, Mishita Bajnat. Minister Ramadin bedankte de deelnemers voor het participeren en bemoedigde hen aan het niet alleen te laten bij hun Mohana-video, maar zich te blijven houden aan de COVID-19 maatregelen. Dit was het voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Blijft u zich houden aan de vastgestelde COVID-19 regels, zoals het dragen van een mond-neusbedekking, regelmatig de handen ontsmetten en het houden van 1,5 meter fysieke afstand. Stay healthy and be safe. Goedenavond.